Zo, hoe gaat het, Tess? Ik heb vooral gestapt omdat ik niet zo goed wist wat ik moest doen. Mm-hmm. Omdat ietsje harder. De behandeling van Amber best voor mijn gevoel vast zit in haar nek. En ja? Ik wil eigenlijk alleen maar loslaten bij een helemaal losse teugel. Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel wat Amber geconstateerd had, hè? Ja. Ja. Dus ik vind het lastig om te weten hoe ik daarmee moet omgaan. Ja, nou ja, uiteindelijk, als daar natuurlijk zit wat Amber denkt, kunnen wij als ruiter daar niets aan veranderen. Nee. Dat kan alleen als ze dan behandeld is voor bijvoorbeeld die ontsteking in het gewricht. Ja. Op het moment dat die ontsteking dan natuurlijk verholpen is, dan kan zij ook weer op de goede manier gaan reageren. Ja. Maar je moet het zeg maar zo zien dat je hebt een robot. Die heeft in zijn hoofd heeft hij de motorkamer zitten. En in zijn nek is er een draadje geknakt. Ja. En dat draadje, dat geeft aan hoe die zijn rechterbeen beweegt. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Zolang dat draadje natuurlijk niet gerepareerd wordt, gaat die robot nooit zijn rechterbeen op de goede manier gebruiken. Nee. Zo moet je het zeg maar zien. Al haar zenuwen lopen natuurlijk door haar halswervels heen. En op het moment dat daar een ontsteking zit, drukt die zwelling dus ook op de zenuwen. Waardoor zij dus, dat kan heel zeer doen. Dus dan kan dat natuurlijk zijn dat zij daardoor die hals blokkeert. Omdat zij ervaart dat als ze daar loslaat, dat dan die ontsteking op die zenuw drukt. En dat zeer doet. Ja. Omdat ze dan bijvoorbeeld een tintelende rechterbil krijgt bijvoorbeeld. Omdat die niet goed doorgestuurd wordt, snap je? Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wat Amber ook zegt. Ik kan vanaf de buitenkant niet zien wat er aan de binnenkant zit. Maar nu na een aantal behandelingen blijft dat hetzelfde en wordt dat eigenlijk niet beter. Dus is het beter om dat door een dierenarts te laten bekijken. In plaats van dat ik hem nog 10 keer behandel en dat we uiteindelijk denken, ja, het wordt na 10 keer nog steeds niet beter. Ja. Dan weet je het ook maar vaak. Ik heb dat bijvoorbeeld met Just ook gedaan. En Steve nu met Cas ook. En bijvoorbeeld Jolly van Evelien. Ja. Die had echt wel 3 of 4 ontstekingen in zijn hals zitten. En die kan nu, ik denk bijna een half jaar later, kan die eindelijk naar links en naar rechts kijken. Ja. Omdat die ontsteking behandeld is. En hij dus nu ook mentaal weet dat het geen zeer meer doet. En anders liep hij altijd zo, om eigenlijk zichzelf te beschermen. Ja. En dan hadden daar natuurlijk ook nog chappies op zitten rijden. Die zei, ah, sterk aan links, we doen een slof alleen aan de linkerkant. Dus moet je bedenken dat we dus een slof aan de linkerkant doen. Dan trekken we hem heel hard door de linkerkant. Waardoor dus eigenlijk zijn hele hals, dus al die ontstekingen op zijn zenuwen drukken. En hij dus eigenlijk voelt, ja, zo kan ik niet eens meer lopen. Ja. Dus daar is ze ook bij dat, bij dat paard is daar heel veel pijn en stress in zijn hals ook ontstaan. Waardoor hij gewoon heeft gezegd, ik hou mijn hals zo of zo. Om mezelf eigenlijk te beschermen dat het geen zeer doet. Ja. En nu die ontstekingen behandeld zijn en we hem op de goede manier trainen, kan hij eigenlijk pas sinds afgelopen weekend dat hij ineens door had dat hij ook zo kon doen. Ja. Dat hij zich op kon bollen. Nou ja, dat eigenlijk pas van het weekend voor het eerst. Ja. Dat ik dacht, oh, kijk nou, hij gaat ook die hals op de goede manier aanspannen. Dus wat voor ons zeg maar nu heel belangrijk is, is dat we haar in ieder geval leren dat er geen stress ontstaat. Goed zo. Daar, blijf mooi meeveren met je hand. Let goed op dat die duim mooi bovenop blijft. Ja, goed zo. Kijk of je ietsje door kan stappen. Heel goed. En jij zegt steeds tegen haar, nee, niet strak worden kan niet. Jij kan niet sterk worden, want ik geef jou niet de kans om aan mij te trekken. En tuurlijk zal zij haar hals op allerlei manieren en haar hoofd op allerlei manieren gaan houden. In de hoop dat jij haar steun geeft. Maar dan steeds mag je dat wel best een beetje friemelen in je ringvinger. Zeg je haar steeds, het moet zacht en het moet los. Zo, ja. En als dat dan fijn voelt, dan draaf je daar rustig uit aan. Goed recht houden, goed recht. Dus niet met je hand naar je toe, maar blijf met je ringvinger naar de mond toe denken. Zo, ja. Goed zo. Ja, niet je hand naar beneden duwen,
Ja, daar. Goed zo. En jij zegt steeds op twee teugels, heel soepel, heel zacht. Je gaat het niet losmaken, maar je voorkomt dat ze sterk wordt. Recht. Maak weer recht. Ja, nog iets rechter. Nog iets rechter. Ja, weer om je rechterbeen. Heel goed. Zo, ja. En dan weer naar de draf. Op je zit. Ja, doe de volte in. Op je zit. Goed zo. Op je zit. Met je hand voor. Op je zit. Maak je lang, hakken laag, adem uit. Goed zo. En meteen weer voelen. Waar is ze strak? Even vragen of ze mijn hand wil volgen. Zo, ja. Zonder, ja, en hier als ze mooi ontspant, dan kun je daar die achterbenen weer wat naar voren rijden. Goed zo. Ja, heel goed. Dan eigenlijk wel iets, ondanks dat Bob ten Bol dat net weer kracht deed. Wel op het moment dat die hals soepel is, dan meteen weer die achterbenen toe rijden. Goed zo. Op het moment dat die mond en die kaak en die hals soepel is. Goed zo. Heel goed. Vang je dat weer op. Ga je een beetje schijnovergang. Ja, daar. En weer recht. Zo, ja. Dat ze niet de kans krijgt om te verstijven. Daar. Heel goed. Ja, en dan rij je weer rustig naar voren. Weer rustig naar voren. Heel goed. Probeer je teugel niet los te laten bungelen. Zo, twee teugels. Zo zacht contact. Voor je uit. Voor je uit. Zo. En als de teugel te lang wordt en je hand naar je knie doet, doe je teugel ietsje korter. Zodat je eigenlijk je hand iets meer naar de mond doet. Geef niet. Geef niet. Zo, ja. Daar. Let op, ze kijkt een beetje naar links. Ze mag zo in de volte iets meer naar rechts buigen. Goed zo, daar. Dan doe je hier je rechterhand. Hoef je eigenlijk waar je hand is, je duim iets naar buiten te doen en hem daar soepel maken. Dan vraag je die kaakjes los. Kijk, als je stelling vraagt, dan vraag je echt die hals. En als je je hand bij elkaar houdt, dan vraag je die kaak los. Maar niet naar je toe, want dan maak je de hals korter. Goed zo. Heel goed. Voor je uit. Zo, ja, en weer. Let op dat ze niet naar links kijkt. Zo, en ook goed voelen dat ze niet naar links kijkt, omdat ze misschien wel te veel verbinding op links heeft. Goed zo. Dat je daar echt naar links zegt, nee, nee, niet leunen. Zo, goed. Opvangen. Je zit zonder dat je met je been ze in slaap laat vallen. Dus zelfs als je opvangt, kunnen jouw kuiten keer zeggen, hé, wel opletten. Goed, ja, goed zo. Heel erg goed. Heel goed, zo rij je naar de stap. Terwijl je steeds langzamer licht rijdt, maar je benen zorgen dat ze niet in slaap valt. Goed zo, en alleen maar voor je uit soepel houden. Soepel houden, zo, ja. Je geeft ze gewoon de kans niet om door te drammen. Dan ga je rustig zitten. Goed zo. Heel goed, lekker lange teugen uitstappen zo. Goed hoor. Kijk, en wat een beetje bij een paard anders is dan bij een mens. Heb ik mijn boek bij me? Nee, ik heb mijn boek volgens mij niet bij me. Maar ik heb het volgens mij wel een keer naar Jules gestuurd. Kijk, wij hebben sleutelbenen. Waarmee onze borst en ruggengraat aan elkaar vastzitten. Een paard heeft die niet. Die heeft zeg maar. Stel, ik zou hem vanaf de voorkant bekijken. Hè? Alleen zijn skelet en zijn spieren. Dan lopen zijn ribben zo. Ja. Stel, zijn haar linkerkant. Dus dit zijn haar ribben. Dan zit hier haar schouder. Ja. En hier tussen loopt de ruggengraat. Ja. Die hebben we compleet, hè? Ook voor mama? Oké, ribben, schouder, ruggengraat. Dit zit niet met botjes aan elkaar vast. Nee. Maar dit zit aan elkaar vast met spieren. Wat willen wij dus? Wij willen een paard een actieve schoflift laten maken. Dus wij willen haar in staat stellen om de buikspieren in te trekken. En ook het borstbeen in te trekken. En daardoor kunnen ze dus die schoft omhoog zetten.
Op het moment dat ze die borst intrekken en de schoft omhoog doen, dan is de hals ook vrij. Maar op het moment dat natuurlijk de hals zeer doet, dan blijft hij een beetje zo. Ja. Om eigenlijk, dat weet je zelf ook als je pijn, je hebt wel eens pijn in je rug gehad, hè? Dat je dan een beetje zo gaat lopen, om eigenlijk te voorkomen dat het zeer gaat doen. Maar nu zorgen wij dus wel dat we haar eigenlijk nu wel leren. En nu weten we natuurlijk dat we daar nog meer aandacht aan moeten besteden, omdat daar die last blijft zitten. Dat ze dus niet sterk wordt, maar dat ze dus eigenlijk die kracht niet krijgt op het bit. Dat ze daar soepel moet blijven. En dat we dus steeds zeggen, dit los en die daar kunnen blijven.